Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we hier en daar wat grijze bewolking boven Nederland hangen, maar als je heel goed kijkt, dan zie je dat er boven het noorden de bewolking veel minder duidelijk aanwezig is. Daar verwachten we dan ook de meeste zonneschijn vandaag, al zijn er zeker ook wolkenvelden. In de zuidelijke helft van het land schijnt de zon slechts af en toe. Het is wel droog en het wordt vanmiddag zo'n 12 à 13 graden en de wind is vanochtend nog rustig en neemt vanmiddag toe naar windkracht 3 tot 4. Al met al een hele rustige weerdag met dus veel wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Ook vanavond wolkenvelden, enkel opklaringetje en het blijft op de meeste plaatsen droog. Heel misschien in Noord-Holland en op de westelijke Waddeneilanden een spatje motregen. Morgen is het ook grotendeels droog. Temperaturen lopen op naar 12, misschien 13 graden. En pas in de avonduren komt er vanuit het westen wat regen en motregen aan. Dus de ochtend en middag verlopen droog. Wel meer wind morgen. Zondag trekt die regen vroeg in de ochtend al weg en de rest van de dag blijft het opnieuw droog. Daarbij van tijd tot tijd zon en temperaturen 's middags van zo'n 12 à 13 graden. De wind is dan gedraaid van zuid naar west tot noordwest en neemt iets in kracht toe. En dat is vooral te merken in de kustprovincies. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.